Hey, tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Anthony en vandaag ga ik het hebben over afvallen, ook over cardio en over macronutriënten. So far away. Als eerst, hoe val je af? Zorg voor een calorietekort. Je hebt een bepaald aantal calorieën wat zorgt dat je onderhoudt, dat je hetzelfde gewicht behoudt. En als je daaronder gaat zitten, ga je je vet verliezen. Dus er zijn geen andere magische trucjes. Het ligt ook niet per se aan de voedingskeuzes. Want eet je nog steeds te veel van gezonde voeding, zal je nog steeds aankomen. Natuurlijk is het wel beter om gezondere voedingskeuzes te nemen, want die hebben meestal minder calorieën en vullen je maag goed, dan dat je voor alleen maar fastfood gaat. Hoeveel calorieën moet een gemiddelde man en vrouw naar binnen krijgen om af te vallen? Voor mannen ongeveer 2000 tot 2250 calorieën. En voor dames is dat ongeveer 1600 tot 1800 calorieën. Dit is dus niet voor iedereen. Jij bent anders. Het ligt aan je leeftijd, je lengte, gewicht, hoe actief je bent. En dus ook of je een man of een vrouw bent. Want mannen mogen overigens meer eten. Als je al een tijdje bezig bent met afvallen en je verliest geen gewicht meer, kan het zo zijn dat je je calorieën moet verlagen. Of dan kan je dus cardio gebruiken. Maar cardio is dus niet per se nodig. Het kan gebruikt worden als trucje om meer verbranding te hebben. En als je meer cardio doet, mag je ook meer eten, wat een fijn ding is. Maar simpelweg, zonder enige beweging kan je dus nog wel afvallen als je op je voeding let. Dus ben je nu bijvoorbeeld een tijdje 1800 calorieën elke dag aan het eten en heb je eerst vet verloren, maar gebeurt er niks meer? Wat kan je doen? Bijvoorbeeld nog 100 calorieën omlaag gaan naar 1700 calorieën. Of elke dag 100 calorieën verbranden. Of simpelweg één keer in de week 700 calorieën verbranden. Nu we dat hebben behandeld, wil ik het heel kort hebben over macronutriënten. Want dit is altijd de puzzel waar mensen helemaal de mist in gaan en het veel te moeilijk voor hunzelf maken. Maak je niet zo druk om de macro's. Calorieën is het belangrijkste. En macronutriënten, het belangrijkste voor macro's, dus de eiwitten, koolhydraten en vetten, is dat het in balans staat. Dat je van alle drie wat naar binnen krijgt. Dus nee, niet je koolhydraten ditchen, ontwijken. Nee, dat is niet een goed ding. Van alles een beetje naar binnen krijgen. En zorg dus gewoon voor een balans. En je hebt bepaalde percentages. De een zegt 40% koolhydraten, 30% eiwitten en 30% vetten. Die is gewoon heel prima, want alles staat in balans. Alles is best wel dicht bij elkaar. Zorg in ieder geval dat je eiwitten aan de hoge kant zijn. Bijvoorbeeld 2 gram eiwit per 1 kilo lichaamsgewicht. En ja, dit is aan de hoge kant, maar dan speel je het wel lekker safe. En de rest gewoon aanvullen met je koolhydraten en vetten. Ik hoop dat deze korte video jou heeft geholpen. Het is dus best wel belangrijk om even te weten hoeveel calorieën je naar binnen krijgt. En daar kan je een app voor gebruiken, bijvoorbeeld MyFitnessPal. En heel veel mensen krijgen dan een error. Vul dan even 18 jaar in, dan werkt het wel. Of volg een voedingsschema op maat. Ik help je graag erbij. Mijn website linkje staat in de beschrijving voor meer informatie. Dat was deze video. Ik hoop dat je er wat aan had. Laat even een like achter als je hem handig vond. Ben je niet op mijn kanaal? Vergeet dan niet te abonneren voor meer van dit soort video's. En ik zie je graag terug op mijn kanaal. Later. So far away.